dus de jeugdcoördinator hier, die zei tegen mij, we hebben een goede speler lopen. Wat is het probleem? Die jongen die heeft geen huisvesting. Kende jij niemand die in Lokeren, Filip, waar hij terecht kan? Dus Filip belde naar mij op een avond van, ja, Katrien, ik zou nu een keer iets willen vragen. Zou je geen jongen willen opvangen? Opvang, is dat een week of wat? Nee. Dat bleek zowel een beetje een langere periode te zijn. Hey, en om de duur kwam dat te horen door dat dat als pleegzoon zou zijn. En Osman heeft bij mij gewoond continu. Dat was wel een leuke ervaring. Hey, waar de Afrikaanse rust met een Europese poer een beetje vermengen. Dat was dat voor iedereen ideaal, hè? Want hij heeft mij onder andere het woord chillen leren kennen, dat ik absoluut niet kende. Hij zei dat we op tijd een keer moesten chillen. Sommige spelers krijgen wel een contract en anderen niet. Dus als je al geen contract kreeg, dan was dat van, allee ja, ze geloofden niet meer in u. Dus op dat vlak heb ik zoiets van, ja, ik kan niet meer blijven. Hè. Ik kan niet blijven en dan, allee, hier dan niet meer spelen of zo. Ik ging speelkansen krijgen. Ik zei, ik zal gewoon weggaan. Daarna was zoiets van, ah ja, oké, het is niet gelukt. Zoals mijn redenering van, het is niet gelukt, maar ik kan gewoon nog voetballen. Voor het plezier. Ben ik eigenlijk lager gaan voetballen, provinciaal gaan voetballen. Achteraf bekeken, niet slecht, want ik amuseer mij nog altijd. Het was vooral je mama he, die de miste. Ja, dus omdat ik toen ik klein was, ik heb niet bij mijn mama gewoond. Daardoor dat in een latere leeftijd dat je dat wel begint te voelen van, ai, nu begint dat allemaal omhoog te komen. En ik heb daar wel mijn tijd voor moeten nemen om dat allemaal te verwerken en te plaatsen. Dat is niet zo simpel eigenlijk. Bien ami. Fijn, een klatsje idee. Een klats voorzien. Moet ik dat zeggen? Ik vond mijn eigen een beetje emotieloos. Het is slechts dat dat allemaal zo vanzelfsprekend is, zo normaal is, alsof ik die elke dag gezien heb. Terwijl dat niet zo was. Achteraf kreeg ik wel mijn slag. En nu kan ik dat zo allemaal plaatsen. Dat is het leven. En je moet vooruit. Hoe beter dat je het gaat hebben, hoe meer kans dat je gaat creëren voor jezelf en voor hen ook. Dus met die motto is dat wel, heb ik zoiets van, ja, het gaat wel goed komen. Ik zei van, ja, kijk, ik wil naar daar gaan, ik wil dus een apotheek oprichten, mensen helpen en dit, dat. Ik had toen medicijnen mee, ik pakte zelf die homeopathische medicijnen. Ik kom daar dan, ik zeg tegen mijn moeder, kijk, dit is voor jullie, de steun vanuit België en ik moet dat hier verwezenlijken. Hoe gaan we dat doen? Toen zei mijn moeder, basisdingen kunnen we wel doen, maar ik kan niet openlijk naar buiten komen. Dat zou voor ons een probleem zorgen, want als iemand u niet af kan in de buurt, die weet dat dat daar aan het gebeuren is, die weet dat iemand uit Europa daar zit en daar aan het doen is, zeer gevaarlijk. Uiteindelijk hebben we een pand kunnen huren, die medicijnen hebben we thuis gehouden. Mensen die het echt nodig hebben, brengt die via een achterpoortje binnen en we kunnen die dan zo helpen. En de rest is mijn moeder eigenlijk nu daar bezig, met nog een vriendin van haar. Uiteindelijk op het einde van de rit heb ik toch kunnen zeggen, oef, ik heb hier mensen kunnen helpen die iets wel nodig hebben. Ik heb gedaan wat ik moet doen, maar ik vond het gewoon, de realiteit is altijd anders. Elke matchje dat we speelden, zag die coach mij groeien. En op het einde toen ik ging terugkeren, is het naar mij gekomen van, kijk, ik vind dat je talent hebt, zegt hij. Want hoe dat je speelt rustig en dit, dat. En die begon zo alle goede punten op te noemen. Zegt hij, kijk, ik wil je wel aanraden bij het nationale ploeg. Wat denkt je? Maar dat is geen zekerheid dat er ook iets van terecht gaat komen. Ik zeg, kijk, doe het gewoon, dat maakt me niet uit. Ik heb geen verwachtingen. Maar het was wel een droom, ooit. Uiteindelijk, nu maart, voorbij een maand eigenlijk,
zei de tweede coach tegen mij, ja, bel een keer naar de coach, die moet je iets zeggen. Ik zo, ah, bon, chill, bel die zo, vraag die zo. Zit je fit? Zit je klaar? Ik zo, ja, 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 dat denk ik wel. Zegt hij, train dan nog maar wat harder, want wij trainen hier elke dag. En je mocht een uitnodiging verwachten. Ik zo, ah, zo chill. Dat is zo van, maar ja, zo, kinderen doen zo'n vreugde dansjes in je hoofd. Mijn eerste balcontact was zo van, oké, dat is uw eerste internationale match, geniet ervan. Dus dat zeg ik tegen mezelf. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. In het begin was dat een beetje aarzelend. Zo bang om fouten te maken. En eens dat je dan zo één goede pas geeft, hoorde zo het publiek zo achter u, dan krijg je wel een boost. Krijg je zo vleugels en begon ik gewoon een wedstrijd te spelen. Het nationale lied wordt dan afgespeeld. Het was raar eigenlijk, omdat, om eerlijk te zijn, ik ben heel mijn leven hier opgegroeid. Niet daar, ik heb daar maar ja, tot mijn 8 jaar of zo gewoond. Dus ik had niet zo'n band met het land. Voor zo ja, nationaal lied afspelen. Dat is met gemengde gevoelens dat ik daar stond. Ik was heel blij dat ik daar stond. En het volk en alles. Maar anderzijds was dat zo raar. Zo van, oké, ja, dat is uw land. Ja. Vertegenwoordigt uw land nu, voilà, klaar. En met dat in het achterhoofd heb ik dan meegenomen in mijn wedstrijd. In de toekomst blijf ik gewoon positief eigenlijk. Ik heb geen bepaalde verwachtingen. Maar ik ga wel voor het hoogst haalbare natuurlijk nu dat ik dat meegemaakt heb. De mensen die altijd in mij geloofd hebben, die nooit eigenlijk getwijfeld hebben aan mij, waar dat ik ook speelde, eigenlijk voor die mensen doe ik het diep in mijn hart.